De orde is een mondelinge vraag van mevrouw Agema van de fractie van de PVV. En zij stelt die vraag aan de kersverse nieuwe minister voor medische zorg, die evenwel goed bekend is hier in de Tweede Kamer. Mevrouw Dijkstra, fijn u terug te zien, zeker in deze hoedanigheid. Mevrouw Agema. Ik feliciteer de minister van harte met haar benoeming, voorzitter. De mondelinge vraag die ik vandaag mag stellen is naar aanleiding van de ophef die is ontstaan omdat borstkankerpatiënten gevraagd wordt foto's op te sturen naar de verzekeraar. En het gekke wil, voorzitter, dat dit niet de eerste keer is dat we hierover spreken. Hebben we daar eerder ook moties over ingediend. En wat wil nou het geval? Op 8 juli 2021 diende ik mede namens alle woordvoerders uit de Kamer, zonder de heer Van Houwelingen, maar die had wel graag mee willen tekenen, maar namens alle woordvoerders de volgende motie in overwegen dat de vergoeding van hersteloperaties in het kader van verminkingen naar doorgemaakte kanker, brandwonden, ongeluk of andere ziekten onder het basispakket vallen en zorgverzekeraars hier geen extra voorwaarden aan mogen stellen, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat zorgverzekeraars geen blootfoto's meer verlangen van verzekerden bij hersteloperaties. En het is dan ongelooflijk verdrietig dat er in de tussentijd, in de tussenliggende jaren, eigenlijk niks verandert. En dan zie je dus het verhaal van Martine en Marieke, dat ze door de verzekeraar verplicht worden foto's op te sturen van hun borsten, van de zijkant, van de voorkant. En dat alles om een reconstructie vergoed te krijgen. En meestal wordt de reconstructie dan ook van tevoren afgewezen. Vandaag, voorzitter, krijgen wij een brief van zorgverzekeraars dat ze er nu mee gaan stoppen. Dat ze ermee gaan stoppen om bij de tertiaire borstreconstructies foto's te vragen. En dan ben ik er wat dieper ingedoken, voorzitter. Want ik denk, hoe kan het nou dat ik tussen juli 2021 en vandaag, we doen dan die oproep kamerbreed, we willen het niet meer, we doen het ook bij hersteloperaties, bij alle niet primair, secundair, tertiair, maar bij alle hersteloperaties en ook in de breedte. Niet alleen kanker, ook brandwonden, een ongeluk, een andere ziekte. Waarbij de Kamer kamerbreed zegt geen foto's naar de verzekeraar. En dan vind ik dus een brief van de voorganger van deze minister. Die schrijft dat medische foto's onderdeel zijn van het medisch dossier met alle beveiliging van dien. Foto's zijn in bepaalde gevallen noodzakelijk om te beoordelen of er sprake is van een medische noodzak van verzekerde zorg. En daarom is het delen van medische foto's uit het dossier met de zorgverzekeraar via een beveiligde omgeving onvermijdelijk. En mijn vraag aan de minister is, staat zij hierachter? Want als de minister dit onderschrijft, wat er in de eerdere brief van haar voorganger staat, dan zijn we in wezen niets opgeschoten. Dan zijn we ermee opgeschoten dat de verzekeraar nu zegt, nou, van deze categorie ga ik geen foto's meer opvragen, maar van de rest nog wel. En dan staan we hier over anderhalf jaar weer. Met de volgende ophef, dat iemand foto's heeft moeten op laten sturen van een andere reconstructie, van een ander bloot lichaamsdeel. Dus ik zou de minister willen vragen hier opheldering over te geven en duidelijk te maken of wat de Kamer heeft gezegd, kamerbreed, met brede, kamerbrede ondertekening, dat wij niet willen dat er foto's naar verzekeraars gaan, of ze daar nog steeds achter staat, voorzitter. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, mevrouw Agema, voor de vraag. Om te beginnen laat ik vaststellen dat ik die verhalen van die vrouwen uiterst schrijnend vind. In de berichtgeving blijkt het gaat om kwetsbare vrouwen die tijdens een ingrijpende periode worden lastiggevallen met ingrijpende procedures om hun zorg vergoed te krijgen. Zorgverzekeraars Nederland is al geruime tijd met de plastisch chirurgen in overleg om het proces bij het beoordelen van machtigingsaanvragen voor borstreconstructies naar borstkanker te verbeteren. En dat proces hebben we ook nauwkeurig gevolgd. En ik ben tevreden dat dit overleg nu tot een duidelijke uitkomst heeft geleid en dat zorgverzekeraars besloten hebben om vanaf 2024 het machtigingsbeleid, dat is belangrijk, voor een volledige tertiaire borstreconstructie naar borstkanker gefaseerd aan te passen. Nu vraagt mevrouw Agema mij, moet dat niet voor alles gelden? Want anders zijn we niet verder gekomen. Kijk, dit is heel specifiek over deze behandeling. En de zorgverzekeraars hebben, als het gaat om het beoordelen van het behandelingen, hebben zij natuurlijk een belangrijke rol bij het beoordelen daarvan. En zorgverzekeraars hebben in ons stelsel de taak om te sturen op doelmatigheid en rechtmatigheid van de zorguitgaven. En het is ook belangrijk dat zorgverzekeraars er zorgvuldig op letten dat de middelen
die mensen samen opbrengen, dat wij in Nederland samen opbrengen, voor de zorg rechtmatig besteed worden aan verzekerde zorg. En ik denk dat we daar duidelijk over zijn. Wat er nu gaat gebeuren is dat plastisch chirurgen samen met de zorgverzekeraars verder gaan spreken over de uitwerking hiervan. En dat is expliciet over dit onderwerp. Hoe dat met betrekking tot andere onderwerpen is, daar kan ik u op dit moment geen duidelijkheid over geven. Maar dat wil ik graag, als ik dat wel kan, op een andere manier, schriftelijk of wat dan ook, doen. Maar die informatie heb ik op dit moment niet. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het goed dat de minister een toezegging doet, want de Kamerbreed ondertekende motie is ook breder geformuleerd. Wat nou als je op een intieme plek een brandwond hebt? Nou. Ja, dan hebben we over een paar maanden dezelfde ophef. En dan gaan we, alleen dat punt aanpakken. Het gaat om de vraag. Ik weet daar het antwoord wel, voorzitter. Ik vind het niet terecht dat er blootfoto's verstuurd worden naar de verzekeraar die zelf even wil gaan kijken of de plastisch chirurg wel de juiste keuze heeft gemaakt om voor die hersteloperatie te gaan. Ook als het gaat om een ongeluk, brandwonden, andere vormen van kanker, andere blote lichaamsdelen. Dus ik hoop dat de minister daar op een ander moment nader op terug wil komen. Ja. Wat ik wel kan zeggen, op dit moment is het natuurlijk zo, en ik gaf daar al even iets van weer, is natuurlijk dat de zorgverzekeraars wel een rol hebben in ook kijken wat is de doelmatigheid en rechtmatigheid van de zorguitgaven. En we hebben het stelsel wat we hebben zo ingericht dat zorgverzekeraars en hun medisch adviseur daar ook een oordeel over kan hebben. Dus dat gaat over allerlei vormen van behandeling waar inzicht is in het medisch dossier. En foto's kunnen deel uitmaken van het medisch dossier. Wat ik zeer verwerpelijk vind en waarvan de zorgverzekeraars eerder al hebben gezegd dat het niet meer zou gebeuren, maar nu ook niet meer nodig is omdat de machtiging niet meer hoeft te worden aangevraagd, is dat aan patiënten zelf, althans als het over gecontracteerde zorg gaat, dat die zelf foto's moeten opsturen. Want wat is er erger dan dat je al als vrouw met kanker te maken krijgt, met borstkanker, en dat je verminkt wordt en dat je dan vervolgens dat ook nog zelf moet vastleggen en opsturen. Dat vind ik heel... Ik kan me dat ongelooflijk goed voorstellen dat we dat zo niet willen. Maar als de dokter die jou behandelt om aan te geven waarom deze het nodig vindt dat die reconstructie plaatsvindt, ook een tertiaire, dus na een tijd lang, als je al eigenlijk geprobeerd hebt om die borstreconstructie goed te doen, maar het is toch nog niet in orde, of er is pijn, of er zijn andere mankementen, dan is het heel erg belangrijk dat die dokter dat deelt met de dokter, de medisch adviseur bij de zorgverzekeraar. En dit gaat specifiek vandaag over de borstreconstructies. Als het gaat over andere onderwerpen, zoals gezegd, daar kom ik graag op terug. Dank u wel, voorzitter. Ik dank de minister voor die toezegging. Wat ik ook nog uit dit dossier proef, en ik weet niet of het waar is, misschien zou de minister daar ook nog achteraan kunnen gaan. Het lijkt alsof deze vrouwen standaard een afwijzing kregen. En dan hebben we het weer over doorgeschoten bezuinigingsbeleid. Dus of zij op dat moment dat ze terugkomt, daar ook naar gekeken wil hebben, voorzitter. En het laatste punt is de gelijkschakeling van, of het anders zien van een medische blootfoto dan een foto die je met je eigen toestel hebt gemaakt. Ik denk dat daar geen verschil is. Ja. En ik vind het jammer dat de minister daar een onderscheid in maakt. Het blijven foto's, en dan op je naam geregistreerd, die over de digitale snelweg gaan. En we lezen ook soms op heel veel verschillende loketten terechtkomen. Ja. Dus ik zou wel bij de minister willen vragen of ze het oog wil hebben voor dat er geen onderscheid is van een medische blootfoto of een gewone blootfoto. Nou, zoals ik al eerder gesteld heb, ik vind nog wel verschillen of de behandelend arts medische informatie geeft waarom gevraagd wordt. Dat valt ook allemaal bij de medische adviseur van de zorgverzekeraar onder het medisch beroepsgeheim. Dus als het goed is, en daar gaan we vanuit, dan komt dat ook niet verder dan diegenen die daarover gaan. Mevrouw Janssen van NSC. Voorzitter, zorgprofessionals die smeken om meer vertrouwen in hun handelen.
Wat vindt de minister van deze extreme wijze van controle van zorgprofessionals door zorgverzekeraars? Ja, dit is natuurlijk geen nieuw inzicht, de manier waarop de zorgprofessionals en de zorgverzekeraars met elkaar omgaan. En dat heeft te maken met hoe we dat geregeld hebben en dat er een gebrek aan vertrouwen zou zijn. Je wilt dat de zorgverzekeraars inzicht kunnen hebben in welke zorg zij leveren. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk ook voor doelmatigheid en rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dat gaat ons ook allemaal aan, hè? Ook in dit huis zijn natuurlijk voortdurend discussies over hoe houden we dat ook allemaal toegankelijk en passend. Dus alle middelen die de burgers samen opbrengen voor de zorg, die moeten rechtmatig besteed worden. En dat zorgverzekeraars daar een rol in hebben om dat te controleren, dat wil niet per definitie zeggen dat er een groot gebrek aan vertrouwen is. Maar het is wel een middel wat zorgverzekeraars kunnen inzetten om hun taak te kunnen uitoefenen. De heer Bushoff van GroenLinks-PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook namens GroenLinks-PvdA welkom aan de minister. En dan mijn vraag. Voorzitter, het is natuurlijk verschrikkelijk dat vrouwen zo lang nog naaktfoto's van zichzelf hebben moeten opsturen om te kijken of ze die reconstructie vergoed krijgen of niet. En gelukkig lijkt daar nu een einde aan te komen. Maar waar nog geen einde aan lijkt te komen, is dat bij een tweede reconstructie, als er nog niet iets goed is gegaan, dat dan op het moment dat dat zich bevindt bij de décolleté, je dan vrij makkelijk een vergoeding zou krijgen, maar bevindt het zich ergens anders op de borst, dan zou er nog een extra onderscheid gemaakt worden door zorgverzekeraars en allerlei extra aanvullende voorwaarden gesteld worden. En ik vind dat eigenlijk onuitlegbaar. En ik vraag mij af of de minister dit verschil wel kan uitleggen. Ja, de minister is geen arts, die kan dat niet uitleggen. Die is ook geen zorgverzekeraar. Maar de zorgverzekeraars en de artsen maken met elkaar ook hier afspraken over. Het is natuurlijk ook aan de plastisch chirurgen om daar met de verzekeraars over door te spreken. En zoals ik net al aangaf, dat gesprek zal ook plaatsvinden. Dat vond al plaats. Dat is nu uitgemond in het intrekken van de machtigingen. Wat ik toch ook niet zou willen bagatelliseren. Want dat betekent wel dat als er een aanspraak wordt gedaan in de overgangsfase dit jaar, dat die wordt geaccepteerd. Dus daar heb je al een belangrijke stap gezet. Nu gaan de plastisch chirurgen overleggen met de zorgverzekeraars wat de verdere uitwerking is. En daar kun je dus nog van alles tegenkomen. En dat ga ik ook nauwgezet in de gaten houden, want ik wil ook wel dat dat gebeurt. Het lijkt me heel goed als we daar meer over weten, dat ik daar te zijner tijd de Kamer over informeer. En dan kunt u weer uw oordeel geven. Of daar kan voorzitter de Kamer dan een oordeel over geven. U weet het nog steeds, hè? Voordat de voorzitter het zegt. Dus dat is mijn voorstel. Altijd goed een bewindspersoon met een beetje parlementaire ervaring. Mevrouw Thiele van de VVD. En ook welkom aan de nieuwe minister voor Medische Zorg, mevrouw Dijkstra. Ik hoor allemaal wat u zegt in antwoord op de vragen van mevrouw Agema. Ik denk dat het goede bewegingen zijn. Maar waar moeten vrouwen nu terecht, zeg maar, als hen toch weer gevraagd wordt om foto's op te sturen of via een arts of wat? Wij willen dat gewoon niet meer. Ik denk dat u dat duidelijk zegt. Het moet echt uitzondering zijn of eigenlijk liever helemaal niet. Maar waar moeten ze zich melden? Bij wie kunnen ze die klacht, zeg maar, indienen? Ja. Want hun arts kan er waarschijnlijk niks mee en een zorgverzekeraar zit juist achter de vraag. Dus waar moeten ze terecht? Ja, we hebben natuurlijk daar een systeem voor. Dat is de WKKGZ, waar je je klachten kwijt kunt. Ik vind nog wel belangrijk om ook vrouwen aan te geven dat zij zich goed informeren ook van tevoren over welke contracten de zorgverzekeraar heeft met ziekenhuizen en met behandelaren. Want ik denk dat daar nog wel eens wat zit ook, wat mensen uiteindelijk als de behandeling plaatsvindt in de weg zit. Dus dat je heel goed weet waar je aan toe bent als je bij een bepaalde verzekeraar je verzekering afsluit. Mevrouw Paulusma van D66. Ja, dank voorzitter. En natuurlijk heet ik de minister ook van harte
Welkom. Jammer dat het op dit punt moet, want volgens mij delen we allemaal de frustratie en het ongemak dat dit toch weer gebeurd is. En ik deel heel erg met de minister dat de verzekeraars ook een taak hebben als het gaat om rechtmatigheid en doelmatigheid. Dat is ook hun opdracht. En ik ben ook blij dat er gekeken wordt naar de procedure, maar ik zou de minister een overweging of een gedachte mee willen geven, want blijkbaar sturen we foto's om echt aan te tonen dat het gelegitimeerd is om een vervolgstap te zetten. Het zou ook interessant zijn om te kijken of het beschrijven van casuïstiek ook afdoende zou kunnen zijn, zodat we het beeldmateriaal gewoon helemaal achterwege kunnen laten, omdat het niet nodig is in de beoordeling. En ik ben wel benieuwd naar de reactie van de minister. Ja, voorzitter, dat is nou ook wat ik daarnet ook beoogde te zeggen met het aangeven van dat die machtiging niet meer nodig is en dat de aanspraak sowieso wordt goedgekeurd. Dat betekent in principe dat die foto's niet nodig zijn en waar het kan en waar geen foto's nodig zijn, moet dat natuurlijk op die manier gebeuren. Dat staat bij mij buiten kijf. Ik hoop dat dat bij de zorgverzekeraars ook zo is. En daarom zei ik ook, ik volg het graag op de voet. Want ik vind het heel erg belangrijk dat dit op een... ik vind het ook wel een ethisch vraagstuk. Ik vind dat je heel erg rekening moet houden met meer dan alleen die borstverminking. Maar het hele wezen van vrouwen wordt aangetast. Daar speelt nog veel meer omheen. Moeten we veel meer rekening mee houden wat mij betreft. Mevrouw Dobbe van de SP. Ja, dank u wel. En ook ik heet u terug in de Kamer. En ook mevrouw Agema bedankt voor het stellen van deze vragen, want het zijn ontzettend belangrijke vragen. Het is heel erg pijnlijk dat dit zo lang heeft geduurd en dat deze vrouwen dat nog zo lang is aangedaan. Dat is echt heel erg verdrietig. Maar als we dan kijken, waar komt dit vandaan? Waar komt het vandaan dat deze vrouwen dit is aangedaan? En dan moeten we toch concluderen dat wij een zorgsysteem hebben opgetuigd met elkaar, wat uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen, en dat het wantrouwen in zorgverleners, in de mensen die gebruik maken van zorg en die de zorg gewoon keihard nodig hebben, zodanig is dat ze zelfs blootfoto's van zichzelf moeten sturen, voorzitter. En als we dit dan constateren, is de minister het daar dan mee eens dat we af moeten van dit systeem? Ik ben bang dat u het antwoord wel weet. Namelijk dat ik zal zeggen dat dit voor mij niet de aanleiding is om te zeggen we moeten af van dit systeem. We zijn natuurlijk wel heel erg bezig ook met het integraal zorgakkoord om veel meer bij elkaar te brengen wat nu allemaal in verschillende hokjes gestopt is in de zorg. En dat betekent ook dat vertrouwen, als je gaat samenwerken, dat vertrouwen heel belangrijk is. En ik denk dat we daar in een natuurlijk proces naartoe zitten. Maar om dan te zeggen, dan moet het hele systeem veranderen. Ik denk dat het heel goed is dat er, zoals de zorgverzekeraars, dat die er zijn om toch in de gaten te houden dat we met elkaar die zorg betaalbaar kunnen houden. En daarom zou ik op dit moment dat niet kunnen, kan ik dat niet ondersteunen, die vraag. Ja, voorzitter, toch verbaast mij dat wel. Want er wordt hier te makkelijk gezegd, denk ik, door de minister, dat wij niet naar dit systeem moeten kijken. Want op het moment dat de minister het heeft over doelmatigheid en over het geld goed besteden, en als we dan kijken wat er vervolgens gebeurt, niet alleen met de zorg en wat deze vrouw is aangedaan, maar ook hoeveel het wel niet kost om al die administratie op te tuigen, om al dat wantrouwen, dat gestolde wantrouwen in dit soort processen en formulieren en weet ik veel wat voor bureaucratie te tuigen, hoeveel dat ons als belastingbetalers wel niet kost. En daarom is het heel erg belangrijk dat we toch dat taboe doorbreken, dat we afgaan van dit systeem en dat we kijken naar hoe we het kunnen organiseren, dat de zorg weer voorop staat, voorzitter. En ik vraag me af of ik hiermee de minister eindelijk heb overtuigd. Ja, voorzitter, ik kan alleen maar mijn antwoord herhalen. Ik denk dat we een beweging inzetten die daar naartoe gaat door veel meer integraal samen te werken. En daar zijn de zorgverzekeraars bij betrokken, daar zijn de zorgaanbieders bij betrokken, daar is de langdurige zorg, het sociaal domein, de gemeente, alles met elkaar bij betrokken. En ik denk dat dat een hele belangrijke weg is die we ingeslagen zijn en die we ook voort moeten zetten. Prima, tot zover dit onderwerp en tot zover de ministeriële vuurdoop. Dank u wel. Mevrouw Dijkstra, fijn u hier weer gezien te hebben. En dan geef ik graag het woord aan de heer Tjeerd de Groot van de fractie van D66, die een vraag stelt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het woord is aan de heer de Groot. Ja, dank u, voorzitter.
We hebben in Nederland een groot probleem met ons drinkwater. 7 van de 10 drinkwaterbedrijven die hebben niet genoeg reserve. Dus niet genoeg water achter de hand voor hele droge perioden. En nu willen we 1 miljoen huizen gaan bouwen. En 1/3 van die huizen die ligt op een plek waar drinkwater nu al op reserves moeten gaan interen. Wat gaat de minister daaraan doen? De minister. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de heer De Groot voor zijn vragen. Het klopt, op dit moment hebben we 1,3 miljard kuub water, drinkwater per jaar nodig. Naar verwachting zal er in 2030 ruim 100 miljoen kuub drinkwater per jaar extra nodig zijn. Dat probleem is een urgent probleem. Daar zijn we volop mee bezig. Betekent 2 dingen. We werken met de drinkwaterbedrijven en de provincies aan een actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen tot 2030. En afgelopen najaar heeft ook de ILT daar nog verder gezegd, dit moet nog meer bestuurlijke prioriteit krijgen, met name ook bij de provincies. Is reden geweest voor mij om in het bestuurlijk overleg water in december de provincies ook aan te sporen om de behoefte per provincie goed in kaart te brengen. Waar zijn extra bronnen nodig? Waar zijn die? Waar lopen ze tegenaan? We hebben afgesproken dat de provincies in april in het volgende bestuurlijk overleg hun beelden opleveren. We weten ook dat daar hulp en bijstand bij nodig is. Bijvoorbeeld in de juridische ondersteuning, hoe je dan ook op tijd tot de juiste vergunningen komen. Dat hebben we als Rijk ook aangeboden. Dat is 1 ding, dat gaat over de drinkwaterbronnen. Tweede is drinkwaterbesparing, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te pompen. En daar zijn we bezig met ook het actieplan drinkwatersparing. Dat zal naar zijn aard een langere termijn hebben. In de brief Water en Bodemsturend hebben we gezegd dat we in 2035 20% minder drinkwater willen gebruiken. Er zijn natuurlijk een aantal zaken die we al eerder kunnen doen. Bijvoorbeeld gedragsverandering. We zijn in intensief overleg ook met het bedrijfsleven om te kijken wat daar kan gebeuren. Maar voordat we voor alle bijna 18 miljoen inwoners het gedrag fundamenteel veranderd hebben en alternatieven hebben geboden, zijn we nog wel even onderweg. Maar ook dat plan bespreken we in het bestuurlijk overleg in april en kan ik dan ook kort daarna naar de Kamer doen toekomen. Ja, voorzitter. Het zal nog wel even duren, zegt de minister. Dan heb ik een paar suggesties. Tata Steel gebruikt net zoveel water als 700.000 huishoudens. En dat is evenveel als alle mensen in de provincie Utrecht bij elkaar. Dus als we die 300.000 nieuwbouwwoningen willen voorzien van een aansluiting op het waternet, dan is het toch heel simpel. Dan ligt toch de oplossing met Tata Steel, voorzitter. Voorzitter, het klopt dat ook grootverbruikers van drinkwater een taak hebben hierin. 74% van ons drinkwater gaat naar huishoudens, 26% naar grootzakelijke gebruikers. Daar zitten overigens ook bedrijven tussen die echt schoon drinkwater nodig hebben. Denk aan ziekenhuizen, denk aan de voedingsindustrie. Ook daarvoor geldt dat we voor de industrie uiteindelijk tot 20% minder drinkwatergebruik willen komen. We maken daar ook afspraken over met drinkwater of met bedrijven. Ik ben ook blij dat VNO-NCW ook die handschoen heeft opgepakt om te kijken wat het bedrijfsleven zelfstandig al kan doen. Maar naar de toekomst toe zullen we wellicht ook nog meer mogelijkheden achter de hand houden. Vandaar dat we ook bezig zijn met een onderzoek wat bijvoorbeeld beprijzing uitmaakt. Ondanks dat we weten dat drinkwater relatief goedkoop is. En zelfs als je dat voor grootzakelijke gebruikers fors duurder maakt, het waarschijnlijk nog niet helemaal het verschil gaat maken in hun kosten. Daarom ben ik zo blij dat VNO-NCW en de achterbedrijfsleven zelf ook zien dat ze hier een taak te vervullen hebben. Ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om het juiste water op de juiste plek te gebruiken. Schoon water van drinkwaterkwaliteit voor een aantal productieprocessen, maar ook op zoek naar die productieprocessen die helemaal niet dat schone drinkwaterkwaliteit water nodig hebben. Voorzitter, de minister beantwoordt niet mijn concrete suggestie over Tata Steel, maar weet u dan wel hoeveel belasting Tata Steel betaalt over het water dat ze gebruiken? Ja, dat zal niet heel veel zijn, omdat het bij drinkwater een heffingsplafond heeft, waardoor grootverbruikers door dat heffingsplafond maximaal 126 euro per jaar betalen. En dat is mede de reden dat wij dat ook al in het vizier hebben en daar onderzoek naar doen. Los van alle overwegingen waarbij we toch ook wat vermoeden hebben dat prijs niet alleen het allesbepalende factor is. Maar dit staat op ons netvlies en wordt ook meegenomen in het lopende onderzoek naar het beprijzen van water. Het is overigens een milieubelasting die valt onder het ministerie van Financiën. Ja, voorzitter, het is inderdaad zo'n 100 euro samen. Dat zou evenveel zijn als de voorzitter en ik samen zouden betalen. Tenzij we zouden samengewonen, maar daar krijg ik geen toestemming voor thuis. Maar dan
Toch een vraag, voorzitter. Want waarom maakt de minister geen einde aan deze feitelijke verspilsubsidie? Nou, precies om de reden dat wij daar al mee begonnen zijn door onderzoek te doen wat het dan wel zou moeten zijn. Dat onderzoek heb ik ook eerder toegelicht aan de Kamer en geschiet ook onder leiding van de staatssecretaris van Financiën die milieubelastingen ook periodiek doorlicht. Ja, we hebben het hier al jaren over, maar de minister doet onderzoek. Voorzitter, een ander punt. Waarom kan het in Groningen wel? Want daar koelen ze fabrieken met behandeld zeewater en Tata ligt ook aan zee. Ja, voorzitter, los van de casus Tata, ik dien hier ook gewoon de geldende wet en regelgeving na te volgen. En zoals aangegeven zijn we bezig met het heel traject om dat ook te gaan veranderen. Stel ik het zeer op prijs, daar waar bedrijven zelf al andere mogelijkheden zien. En dat is ook precies het gesprek wat we voeren met het bedrijfsleven, om te kijken waar water van minder goede kwaliteit ook prima zou volstaan voor het productieproces. En ik ben heel blij dat heel veel bedrijven nu ook zelf in beweging komen. Ook benchmarks doen van per branche van hoe zit het eigenlijk met mijn verbruik. De Vereniging van Grote Watergebruikers, de FEMW, zelf ook al bezig is om op zoek te gaan naar al die bedrijven die kunnen worden volstaan met een lagere kwaliteit. Vooruitlopend mogelijk op nieuwe regelgeving, maar dat zal aan een volgend missionair kabinet zijn. Ja, voorzitter, dit speelde al bij het vorige kabinet, dus dat schiet niet echt op. Kan de minister aangeven voor hoeveel procent van het water dat in Nederland wordt gebruikt, is nou echt drinkwaterkwaliteit nodig? Precies, dat proberen we in kaart te brengen. Ik meldde zojuist al dat 26% van het drinkwater niet door huishoudens wordt gebruikt. Maar daarachter zit een veelheid aan bedrijven waar je soms evident hebt dat het echt drinkwaterkwaliteit moet hebben. Ik noemde al voedingsmiddelen, industrie, ziekenhuizen, zorg, et cetera. Ook bedrijven die evident waarschijnlijk geen drinkwaterkwaliteit nodig hebben. Maar er is ook een grijs gebied en we willen dat goed in kaart hebben om daarmee ook de juiste maatregelen te nemen voor de toekomst. Ja, voorzitter, heeft de Kamer al de nodige suggesties voor gedaan? Al in 2022 een motie van D66 samen met de ChristenUnie om het laagwaardig gebruik van drinkwater te voorkomen. U meldt daarover een jaar later dat u daar in het bestuurlijk overleg van 13 december over gaat praten. Wat is er eigenlijk uit het bestuurlijk overleg gekomen? Precies wat ik u zojuist aangaf. Namelijk dat wij daar gesproken hebben over zowel het actieprogramma drinkwaterbesparing als het actieprogramma beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. Waarbij we ook zien dat waarschijnlijk provincies hier ook nog wel wat meer ondersteuning bij nodig hebben. Er zijn provincies ontzettend goed op weg. Er zijn er ook voor wie het echt best een ingewikkelde klus is. En daar hebben we afspraken over gemaakt om dat beeld in april compleet te maken. De eerder genoemde motie en ook motie van mevrouw Van der Plas, die zijn wij aan het uitvoeren. Precies vanwege de urgentie, omdat wij ook zien dat het in de toekomst steeds meer knel gaat lopen met de benodigde hoeveelheid drinkwater en de drinkwaterbronnen die we beschikbaar hebben. Ja, voorzitter, dat duurt allemaal best lang, want vindt de minister het niet vreemd dat bedrijven die miljarden liters gebruiken en ondertussen worden de mensen opgeroepen om vooral korter te douchen? Staat dat wel een beetje in verhouding tot elkaar? Dat zou op termijn niet in verhouding staan, maar op dit moment, en overigens bij droogte, zoals we in droge zomers hadden, geldt de oproep om zuinig met drinkwater te zijn voor iedereen, ook voor bedrijven. Precies daarom zijn we bezig om dit beleid ook te veranderen. Ik wijs er wel op dat drinkwater zo essentieel is, niet alleen voor huishoudens, maar ook voor bedrijven die er op dit moment hun beschikking over hebben. We leven ook in een rechtsstaat. Je kunt niet met één pennenstreek zeggen, jij wel, jij niet. Dat zullen we heel goed met elkaar moeten inregelen. Dat kun je niet doen als je niet over alle informatie beschikt wat vervolgens de gevolgen zijn. En daar werken we volop aan om dat complete beeld te hebben en daarmee straks ook deugdelijke beslissingen te kunnen nemen. Ja, de minister is al een paar jaar aan het onderzoeken en D66 heeft het ook niet over één pennenstreek. Maar het moet wel gebeuren, want anders staan straks tot 300.000 woningen staan gewoon droog. Dus daarom de volgende suggestie. Het zijn allemaal kamermoties geweest, maar de Belgen kunnen het. De Belgen die spoelen hun wc gewoon door met regenwater. Als je gaat verbouwen of nieuw bouwen, ja, dan moet je daar gewoon een put in je tuin hebben en zorgen dat je dat doortrekt met wc-water of met regenwater. Hartstikke logisch. De Belgen doen het al. Wat doet de minister? Die onderzoekt. Waarom kunnen wij dat niet, voorzitter?
Nou, hele praktische daarvoor. De heer De Groot weet dat wij afgelopen jaar, minister De Jonge en ik, dat onderzoek ook aan de Kamer hebben gestuurd. En ja, ik denk dat grijs watergebruik, dus regenwatergebruik in de toekomst voor bepaalde voorzieningen, sproeien van je tuin, de wc, heel waardevol is. Overigens, regenwatergebruik voor het doorspoelen van de wc is nu al toegestaan. We zijn alleen nog niet zover dat we het nu al opnemen als een verplichting in het bouwbesluit. We kijken daar wel serieus naar om daar te komen. Maar voordat we die verplichting willen stellen, moeten we meer weten over de risico's voor de volksgezondheid. Waar iedereen nu gewend is dat je uit iedere kraan kunt drinken, kinderen dat misschien ook doen uit een kraantje wat tegen het schuurtje in de tuin zit, zul je met elkaar wel even precies moeten weten wat je dan wel en niet verplicht stelt in het bouwbesluit. En ook om te voorkomen dat je straks weer gezondheidsrisico's hebt, omdat mensen onbedoeld het grijze water gaan drinken. Daar is het laatste onderzoek op gericht. Zodra we daar alle ins en outs van weten, dan zijn we klaar om te kijken wat we in het bouwbesluit kunnen verplichten. Voorzitter, dat klinkt toch echt wel een beetje als weer onderzoek. Je moet niet uit de wc drinken, dat is het eigenlijk. En als het in België kan, waarom gaat u dan niet naar België en neemt u dat gewoon over? We gaan ook naar België en betrekken alle resultaten daarbij. Ik wijs er wel op, omdat ongeveer iedere vraag van de heer De Groot begint met ja, de minister doet alleen onderzoek. Het gaat hier echt over hele belangrijke dingen. Schoon drinkwater van de kwaliteit die we in Nederland hebben is wereldwijd uniek. Dat vind je niet in heel veel landen. En juist daarom zijn we met z'n allen ook gewend aan het beschikbaar hebben van dat schone drinkwater. En kun je echt niet over één nacht ijs gaan door daar rigoureuze veranderingen in dat systeem aan te brengen. En dat is de reden dat we het voortvarend, maar wel zorgvuldig doen. Ja, voorzitter, en daar zit nou juist het probleem, want ik doe dit dossier al 7 jaar. Een ander onderwerp wat gaat over het waterverbruik in de landbouw. We hebben gezien dat de laatste decennia het aantal putten dat in de landbouw, door de landbouwers is geslagen, is verhonderdvoudigd. Daar hebben we het ook al jaren over. Wanneer komt er nu eindelijk een vergunningplicht voor deze putten? Ook daarover heb ik eerder ook al de Kamer toegezegd dat ik het voornemen heb om dat niet bij monitoring te laten, wat we een jaar geleden nog hadden. Ook hier hebben we de uitwerking inmiddels liggen en dat lijkt me ook voor een komend missionair kabinet iets wat gelijk opgepakt kan worden. Ja, dat zou jammer zijn, gelet op het tempo, om dat vooruit te schuiven, want het is gewoon belangrijk genoeg. We willen allemaal wonen in Nederland. Ja. We gaan 1 miljoen huizen bouwen en op dit moment dreigt toch de situatie dat tot 300.000 woningen gewoon niet kunnen worden aangesloten. En als ik dan hoor hoeveel voorstellen de Kamer heeft gedaan als het gaat om de landbouw, om de industrie en om besparing bij huishoudens, ja, dan zie ik toch, ik moet het toch zeggen, te veel processen, te veel onderzoek en te weinig daadkracht. Misschien toch een laatste vraag, voorzitter. De minister zit, hoop ik, aan zijn eind van zijn periode. Althans, hij verwijst al naar een volgend kabinet. Wat zou hij met de kennis van nu anders hebben gedaan? Met de kennis van nu. We hebben dit hele onderwerp zo voortvarend opgepakt dat we klaar zijn om een aantal van die besluiten te nemen. Met inbegrip van het feit dat je niet zomaar kunt zeggen, jij wel water, jij niet water. We hebben daar ordentelijke wet en regelgeving voor in dit land. En ja, we zien dat het knelt. We zien die extra opgave van 100 miljoen kuub in 2030. We kennen de drinkwaterbedrijven waar men op zoek is. We zijn met de provincies in overleg. ILT en ik sporen de provincies aan om snel met hun hele beeld te komen op de drinkwatervoorziening. Maar tegelijkertijd is het zo essentieel dat je niet met één pennenstreek kunt zeggen, jij wel, jij niet. En hebben we overigens ook nog wel de tijd om dat dan fatsoenlijk in te regelen. Datzelfde geldt ook op het thema waar de heer De Groot aanraakt, bijvoorbeeld de hele landbouw. Ook daar zijn we in de programma's voor de programma's voor het landelijk gebied. Wordt die hele puzzel gelegd, maar dat zul je wel moeten doen met inbegrip van hoe dan het hele gebied eruit ziet en niet met één pennenstreek zomaar ergens een streep doorhalen. Prima, dank u wel. De heer Heutink van de fractie van de PVV. Ja, voorzitter, dank u wel. En het is natuurlijk ongelooflijk triest dat wij in een land als Nederland het moeten hebben over een drinkwatertekort. Hoe bestaat het, voorzitter? En het probleem staat natuurlijk niet op zichzelf. We zien natuurlijk ook de afgelopen jaren die enorme bevolkingsgroei waar we ook mee te maken hebben, voorzitter. En daarom de vraag die we hebben aan de minister via u, voorzitter. Zou het heel misschien kunnen dat doordat de afgelopen 8 jaar maar liefst 1 miljoen mensen in Nederland zijn bijgekomen, dat we daarom een tekort hebben aan drinkwater?
Iedereen in Nederland heeft drinkwater nodig. Dus ook de mensen ook die erbij zijn gekomen in Nederland hebben drinkwater nodig. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat op termijn iedereen in Nederland met minder drinkwater toe kan door verstandige keuzes te maken, door goed te kijken waar heb je drinkwater van, drinkwaterkwaliteit voor nodig en waar kun je met andere kwaliteit volstaan. En precies dat is wat we aan het voorbereiden zijn, zodat straks iedereen in Nederland met 20% minder drinkwater toe kan. De heer Olger van Dijk van de fractie van NSC. Ja, dank voorzitter. De heer De Groot vroeg in het begin van zijn betoog terecht aandacht voor de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. We zien dat dat inderdaad problematisch wordt. Nou is er belangrijk langetermijnbeleid in ontwikkeling bij collega De Jonge, de nota ruimte. Kan de minister toezeggen dat het daar niet alleen expliciet in wordt meegenomen in die conceptnota ruimte, maar dat er ook al een fase verder wordt gekeken naar onderliggende besluitvorming zoals het BKL en dergelijke, zodat we echt ook voor de toekomst die drinkwaterbronnen kunnen gaan beschermen? Ja, voorzitter, dat kan ik de heer Van Dijk toezeggen. Dit is namelijk precies de essentie van wat we hebben afgesproken in het beleid, dat water en bodem sturend moeten worden voor de ruimtelijke ordening. En precies daar maken deze onderdelen ook deze voorstellen ook onderdeel van uit. Dus dat komt ook in die notenruimte terug. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, dank. Want daar wil ik precies op doorgaan, op dat punt van water, bodem, sturend. Want we hebben natuurlijk voldoende drinkwater in Nederland. We hebben gesproken met drinkwaterbedrijven, zijn er werkbezoek geweest. En wat ze allemaal zeggen is het probleem met de vergunningen. Dat kan stikstof zijn, dat kunnen natuurregels zijn. En daardoor hebben we niet voldoende capaciteit. En nou is mijn vraag aan de minister. Het water, bodem, sturend beleid van de minister zelf. Is dat nou al een keer ingezet om dus die regels, die stikstofregels of die natuurregels, om dat te overrulen en ervoor te zorgen dat in ieder geval drinkwaterbedrijven kunnen uitbreiden? Voorzitter, er is noodzaak voor drinkwaterbedrijven om uit te breiden. Dat kan ook binnen de bestaande regels. Het is heel vaak een kwestie van heel goed met elkaar kijken. Wat heb je allemaal in de ruimte van een bepaald gebied mogelijk te maken? En daarbij heeft in het verleden de noodzaak om voldoende drinkwaterinnamepunten te hebben misschien wel eens niet hoog genoeg op de agenda gestaan. Gegeven de urgentie van vandaag de dag vragen wij de aandacht voor. Dat is precies de reden waarom we in dat beleid van water en bodem sturend hier ook een aantal acties op hebben gezet. Die straks kunnen leiden bijvoorbeeld tot aanpassing van het bouwbesluit, van het BKL, van allerlei andere wetten en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat we die drinkwatervoorziening altijd veilig stellen in Nederland. Dank, inderdaad. Maar wat ik begrijp ook uit de beantwoording van de minister is dat waterbodemstuurbeleid nog niet is ingezet. Dat is ook wat ons is verteld door waterleidingbedrijven, bijvoorbeeld Dunea, dat ze dus vastzitten door die milieuregels. En dan mijn tweede vraag, voorzitter, als dat mag. Ik begrijp ook dat er dus een actieplan drinkwater is om ervoor te zorgen dat er 100 miljoen liter extra drinkwater kan komen. En dan is mijn vraag aan de minister, hoe staat het met dat actieplan? Wat zijn de vorderingen die er al zijn gemaakt? Kan de minister misschien zelfs wellicht een korte brief daarover naar de Kamer sturen? Dat is mijn laatste vraag. Dank. Ja, voorzitter, dat is de vraag die de heer De Groot net ook stelde. In het bestuurlijk overleg water in april maken we afspraken met de provincies over dat actieplan. Daarna is het klaar en dan zitten we in het tweede kwartaal, komt het nog voor de zomer naar de Kamer. Ja. De heer El Abassi van Denk. Voorzitter, dank u wel. Ik kon het betoog van de heer De Groot ook heel goed volgen. Ik zou graag de minister willen vragen. Vindt de minister niet dat ziekenhuizen en scholen vergelijken met een Tata Steel, dat geen vergelijking is die hierop hoort te gaan? Dat ben ik eens, want die hebben echt water van drinkwaterkwaliteit nodig. In de huidige wet en regelgeving kennen wij alleen huishoudens en zakelijke gebruikers. En daar vallen bijvoorbeeld dan ook ziekenhuizen en scholen onder. En precies omdat ik denk dat je in de toekomst onderscheid moet gaan maken, zijn we bezig om te kijken hoe dat in de toekomst goed zou moeten gebeuren. En dan krijg je ook nog wel wat discussie tussen bedrijven. En bedrijven is dan niet huishoudens. Die zeggen, ja, maar ik heb per se schoon drinkwater nodig. En anderen die zeggen, nou, dat valt wel mee. Want je zou ook met minder schoon water toe kunnen. Bijvoorbeeld voor het koelen van processen. En precies die discussie, voordat je ergens de grens trekt, moet je wel weten waar je het over hebt. Maar ik ben het eens met de heer El Abassi dat scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, voedingsmiddelenindustrie waarschijnlijk op alle plekken schoon drinkwater nodig heeft. Maar tot nu toe kent de wet en regelgeving dat niet. Vandaar dat we dat nu verder onderscheid moeten maken. Voorzitter, dank u wel. Dan tenslotte, dan ben ik blij dat we in ieder geval dus wel gaan naar een mogelijk jij wel, jij niet. Op basis van goede argumenten die uit een onderzoek zouden kunnen komen. Wat ik een klein beetje inderdaad mis is dat wij hier als Kamer ook echt een harde toezegging krijgen van joh, dan zijn we eruit, want we hebben niet alle tijd meer. Het drinkwater raakt op. De reserves raken op en we hebben geen tijd om onderzoeken meer af te wachten. Hoe denkt de minister daarover?
Ja, ik herinner me, we hebben 2 weken geleden het wetgevingsoverleg water gehad, waar veel van deze thema's ook langs kwamen. Ook ik de nodige toezeggingen heb gedaan, zal ik niet allemaal herhalen op wanneer we de volgende stappen gaan zetten. Dit zit ook allemaal in het actieprogramma voor water en bodemsturend. Daar is het ook allemaal nog in de tijd uiteengezet na te lezen. Het lid Kostic van de Partij voor de Dieren. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat we zien is dat 70% van onze waterbedrijven zeggen we hebben onvoldoende reserves. Dat is schrikbarend. En ze zeggen dit niet alleen maar nu, ze roepen al jaren dat er een watercrisis aankomt. En wat ik nu hoor van de minister is, we hebben nog een plan. We gaan nog gesprekken voeren, we gaan er naar kijken en er loopt inderdaad nog een onderzoek. We hebben een plan voor waterbesparing, waarvan de Partij voor de Dieren al, 1-2 weken geleden de minister heeft opgeroepen om nu dwingende maatregelen te nemen, waarvan de minister zei, we hebben een plan om in 2035 20% aan waterbesparing te doen. Ja. Mijn vraag aan de minister is, vindt hij dat nog steeds genoeg, gezien deze crisis? En wat gaat hij dit jaar nog aan dwingende maatregelen instellen, om ervoor te zorgen dat we straks voldoende water hebben? De zoektocht is naar voldoende drinkwaterbronnen in ieder geval in 2030. Wij weten dat ook als je kijkt naar de ontwikkeling van de bevolking, dat er nog op dit moment de vraag naar drinkwater nog stijgt. We hebben in samenspraak onder andere met de provincies, maar ook de drinkwaterbedrijven, dat doel van 20% in 2035 vastgesteld. Dus ik heb geen signalen dat dat onvoldoende zou zijn. En tegelijkertijd, we werken voortvarend met alle betrokken bestuurslagen aan dat plan, zowel drinkwaterbesparing als drinkwaterbeschikbaarheid. En het belangrijkste hierbij is ook nog wel om te zeggen hoeveel maatregelen er ook worden gesuggereerd. En natuurlijk, gedragsverandering kunnen we al eerder op inzetten via campagnes dan echt fysieke maatregelen. Maar ze hebben effect als ze door iedereen nagevolgd kunnen worden. Mensen ook het gevoel hebben, hier kan ik mee uit de voeten. Of ik heb alternatieven. Ik bedoel, grijs water is in bijna geen huis beschikbaar voor de wc of de tuin. Dus hier is uiteindelijk de crux dat we die maatregelen afspreken die we ook met een land van bijna 18 miljoen inwoners en alle bedrijven ook daadwerkelijk kunnen navolgen. Dan hebben we er wat aan. Oh nee, u bent 2 keer geweest, sorry. Oh, gaat uw gang, neem me niet kwalijk. Nee, ik hoor de minister inderdaad vooral zeggen, nou ja, we wachten gewoon nog af en hij hoort geen signalen terwijl hij ze gewoon in de krant kan lezen. Hm. Er zijn dwingende maatregelen nodig, ook volgens expert. Maar op mijn tweede vraag over iets anders. Er is geen water zonder natuur. En mijn vraag is, als er nieuwe waterbronnen moeten worden aangeboord, hoe gaat de minister borgen dat de natuur niet verder wordt aangetast? Kijk, ook voor drinkwaterbedrijven geldt, maar dat is deel van hun zoektocht, dat ze bijvoorbeeld de wet natuurbescherming moeten naleven. Maar dat maakt juist ook, dat is een van de redenen dat die zoektocht in veel provincies een stuk ingewikkelder is geworden dan 10, 20 jaar geleden. En dat betekent soms ook echte keuzes maken, waar geef je voorrang aan drinkwater ten opzichte van andere functies, omdat het in sommige plekken waar het vanwege de natuur niet kan, niet langer mogelijk is. De heer Gabriels van GroenLinks PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de minister telkens zeggen, we hebben plannen, we zijn met de provincies in gesprek. Er is ook een brief gekomen van de minister aan ons waarin staat dat hij zijn aanwijzingsbevoegdheid niet wil gebruiken voor de provincies. Het is heel vrijblijvend. En er is in mijn ogen niet zo vrij als schoon en voldoende drinkwater uit de kraan. Dus mijn vraag is eigenlijk, in het totaal van wat iedereen hier nu gevraagd heeft, denkt de minister dat dit acute probleem, wat hier door alle fracties benoemd is, dat dat alleen oplosbaar is met vrijblijvende, vrijwillige maatregelen, of moeten we daar iets dwingender instrumentarium kunnen inzetten? Dwingende instrumentarium is altijd beschikbaar in de omgevingswet. Zoals ik in het wetgevingsoverleg al aangaf, sluit ik dat ten principale nooit uit. Het is alleen ook in de Nederlandse verhoudingen wel een heel ingrijpende maatregel die ook iets betekent voor de verhouding tussen landelijke en lokale bestuurslagen. En daarom denk ik dat we er goed aan doen om er onderling uit te komen. En dat hebben we ook tegen elkaar gezegd, IPO, drinkwaterbedrijven en het Rijk. En daar is alles op gericht om daar in het volgende bestuurlijk overleg verder tot de goede maatregelen te komen. Ten principale sluit ik het nooit uit.
Maar ik vrees dat dat dan ook weer een heel jarenlang juridisch traject kan worden. Daar hebben we niets aan. We hebben er iets aan dat iedereen zijn taak serieus neemt. En ik neem waar dat iedereen dat ook echt wel ziet dat dat moet gebeuren. Tjeerd de Groot van D66. Ja, voorzitter, waar het eigenlijk over gaat is dat je een gezonde economie wil. En we hebben gezien bij de netcongestie dat nu bedrijven eigenlijk aarzelen om zich in Nederland te vestigen. Nu krijgen we bij water een soortgelijk probleem. Ziet de minister dat dit negatief kan uitpakken op het vestigingsklimaat? Ja, voorzitter, en daarom wil ik dat voorkomen. En daarom zijn wij bij het werk aan drinkwaterbesparing ook in gesprek met het bedrijfsleven, vooral ook met de grootzakelijke gebruikers. We zijn ook op zoek in overleg met de betrokken brancheorganisaties naar die plekken waar je niet dat hele schone drinkwater nodig hebt. Juist ook om daarmee de voorwaarden voor dit soort bedrijven om zich duurzaam in Nederland te vestigen, dan wel gevestigd te houden, om die daarmee ook te waarborgen. Dank u wel. Tot zover dit onderwerp. De minister kan ons nog niet verlaten. Ik geef graag het woord aan mevrouw Vedder van de fractie van het CDA, die een vraag heeft aan dezelfde minister. Het woord is aan haar. Dank, voorzitter. Ik wil inderdaad enkele vragen stellen aan de minister naar aanleiding van een nieuwsbericht gisteren over vliegazo's. En om mijn collega Stoffer gerust te stellen, dan heb ik het niet over huilende baby's, maar een veel ergere categorie. Het gaat vaak om mensen onder de invloed van alcohol of drugs die bijten, schoppen, slaan, schreeuwen, spugen, bedreigen. En het aantal zaken van azo's in vliegtuigen, dat neemt toe. Voorzitter, en wat ons betreft, in een fatsoenlijk land pakken we dit keihard aan en doen we er alles aan om het niet alleen aan te pakken, maar ook om het te voorkomen. En ik heb het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt, maar ik denk dat het vergelijkbaar is als in een trein. En dat heb ik helaas wel al een paar keer meegemaakt. En het is een verschrikkelijk gevoel om vast te zitten in een metalen buis met iemand die zich agressief gedraagt en dan wetende dat je niet uit kan stappen. En dat maakt het gedrag in een vliegtuig juist zo schrijnend. Voorzitter, welke acties onderneemt de minister om crimineel, asociaal en onfatsoenlijk gedrag in het vliegtuig tegen te gaan? En welke acties gaat de minister opstarten om niet alleen het aanpakken beter mogelijk te maken, maar ook preventie ervan beter mogelijk te maken? En zowel als in het nemen van acties als in de preventie, hoe trekt u daarin op met luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en reizigersorganisaties? Voorzitter, als ik google op vorige voorvallen, en dat is afgelopen jaar, dan kom ik er meerdere tegen. En ze lijken altijd allemaal op een soort MacGyver-achtige manier te worden opgelost. Met duct tape of tie rips of broekriemen. En er zijn ook anekdotes waarbij reizigers vertellen dat het aan de reizigers zelf was om die situatie op te lossen, omdat personeel op die vlucht aangaf eigenlijk niks te kunnen en niks te mogen. En ik vind dat een heel zorgwekkend beeld. Ik moet er niet aan denken dat ik zelf in zo'n situatie zit. Minister, wat zouden de vaste hulpmiddelen voor een crew moeten zijn of kunnen zijn om dit soort ASO's beter aan te pakken? Dat we dat niet met MacGyver-middelen hoeven te doen. En ook dat reizigers, voordat ze instappen in het vliegtuig, al weten dat het niet aan hun ligt om de veiligheid van die vlucht te bewaken, maar dat er naar ze omgekeken wordt, voorzitter. Voorzitter, juridisch moeten we wat ons betreft ook kijken naar de mogelijkheden om dit soort asociaal gedrag beter aan te pakken. En de vragen die ik daarover heb is: welke mogelijkheden zijn er op dit moment om mensen een vliegverbod op te leggen? Welke mogelijkheden zijn er voor gebiedsverboden rondom luchthavens? En zou de minister willen laten onderzoeken of strafverzwaring in het geval van dronkenschap of onder invloed zijn van drugs tot de mogelijkheden behoort, voorzitter? Heel goed, het woord is aan de minister. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook uit de indringendheid waarmee mevrouw Vedder de vraag stelt, blijkt al hoe ernstig dit soort gebeurtenissen zijn. Hoewel vliegen een van de veiligste vormen van transport is, en dat willen we zo houden, hebben we te maken met een groeiend aantal meldingen van ordeverstorende passagiers, vliegazo's, unruly passengers in de luchtvaart. En juist precies vanwege wat mevrouw Vedder zegt, dat gevoel dat je helemaal met elkaar in die ene buis boven in de lucht zit, dat maakt het ook zo beklemmend.
Op dit moment hebben we in Nederland te maken met zo'n 75 tot 100 zogenaamde vliegazo's per maand, dus zo'n 2 à 3 passagiers per dag. Mede ook naar aanleiding van debatten in de Kamer en de indringendheid van dit probleem, wat ik ook van luchtvaartmaatschappijen hoorde, zijn we afgelopen jaar al aan de slag gegaan om dit soort ordeverstorend gedrag tegen te gaan. Dat heeft ertoe geleid dat we in december een samenwerkingsverband hebben ondertekend van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, Schiphol, de Koninklijke Marechaussee, het OM en het ministerie, met allerlei afspraken om deze kwesties aan te pakken. Er is ook een aparte officier van justitie aangesteld die dedicated bezig is met dit dossier. Eerlijk gezegd, gisteren de berichtgeving in de krant was natuurlijk indringend, maar bevat natuurlijk ook wel het signaal dat het dus lukt om ook meer aangifte te krijgen door het aanstellen van die aparte officier en door het doen van aangifte ook veel makkelijker te maken. De crew kan dat nu gewoon per iPad vanuit het vliegtuig zonder dat daar een tijdrovende aangifteprocedure voor nodig is. En gelukkig zijn alle partijen bij de luchtvaart nu ook aan de slag om verder dit verschijnsel te proberen de kop in te drukken. Waarbij het overigens nooit helemaal uit kunt bannen. Zoals een van de medewerkers van KLM zei bij de bijeenkomst waar we allemaal de handtekening zetten. Zij zei, er gaat in haar ogen geen enkele passagier 's ochtends de deur uit op weg naar de luchthaven met het voornemen om die dag vliegazo te worden. En er zijn naast dronkenschap ook nog andere redenen. Extreme vliegangst, medicijngebruik, maar helaas ook dronkenschap aan boord komt voor. Nou, daar maken alle afspraken deel van uit. Ik noemde al het eenvoudiger maken van aangifte. Daarnaast KLM en Transavia delen reeds de zwarte lijsten van vliegazo's. Er wordt nu met andere luchtvaartmaatschappijen, die willen dat ook gaan delen, wordt uitgezocht op welke wijze dat kan. Het leek lang dat ook de AVG daar in de weg stond, maar ik laat me ook inspireren door wat ik gisteren zag van de winkeliers op Hoogkaterijnen, die blijkbaar ook gegevens kunnen uitwisselen. Dus ook hier gaan we verder het gesprek over aan met de airlines, hoe zij dan ook weer hun systemen op elkaar kunnen afstemmen om al die gegevens bij te houden. Het betekent ook, wie ook betrokken zijn, is bijvoorbeeld de horeca op Schiphol. Op het moment dat die signalen hebben van mensen die daar zitten te wachten en dronken zijn, kunnen zij daar ook melding van maken. Kan de Koninklijke Marechaussee al ingeschakeld worden. En heel belangrijk hierbij is het verder instrueren en trainen van zowel de medewerkers van de grondafhandeling, maar ook in het cabinepersoneel. Dit maakt standaard deel uit van de trainingen van het cabinepersoneel. Communicatieve vaardigheden, ook de-escalatie is uiteindelijk, omdat je in een gesloten ruimte zit, heel erg belangrijk. Maar ik wijs er wel op, juist omdat je in een gesloten ruimte zit en je ook niet het halve vliegtuig voor het geval dat in kunt richten als cel, betekent het uiteindelijk ook dat je middelen hebt om uiteindelijk, ja, hier staat heel netjes, middelen om de bewegingsvrijheid te verminderen. Ja, dat is inderdaad vastbinden op wat voor manier dan ook aan een stoel. Bemanningsleden zijn erop getraind, maar je hoopt eerlijk gezegd dat het zover niet komt en dat we ook veel sterker nog die preventieve kant met elkaar kunnen uitwerken. Het was een veelheid van vragen. Ja, tot slot vroeg mevrouw verder ook naar zwaardere straffen. Er speelt de vraag naar vliegverboden. Die hebben al gebiedsverboden, zwaardere straffen. Dat is een juridisch vraagstuk waar ik hier niet 1, 2, 3 alle antwoorden op heb. Maar dat bespreken we ook met JNV samen. En we hebben nu met dat platform Unruly Passengers periodiek bespreking. We kijken bijvoorbeeld ook nog aan de kant van het OM hoe daar procedures nog eenvoudiger kunnen. Dus ik zal ook deze vraag naar de strafmaten of die in lijn is met wat bestraft zou moeten worden, ook daar aan de orde stellen. Dat zeg ik u toe. Voorzitter, dank. Ook zeker voor die laatste toezegging. Ik zou daar ook dan ook heel graag terugkoppeling van horen, vraag ik aan de minister. En ik snap inderdaad dat we een vliegtuig niet voor de helft kunnen inrichten als cel. Toch zou ik heel graag zien dat het niet meer nodig is om mensen met duct tape vast te plakken. Maar dat daar moeten slimmere oplossingen voor zijn, lijkt me. Dus ik hoop dat de minister dat ook wil meenemen in zijn vergaderingen met het samenwerkingsverband. Waar ik overigens heel blij mee ben om dat te horen. Want we hebben in december 2022 is er een motie aangenomen, mede van mijn voorganger van de Molen en Koerhuis,
die ook al vroeg naar zo'n samenwerkingsverband en vooral ook om het mogelijk te maken om die zwarte lijsten of die fatsoenlijsten te kunnen delen met elkaar. En het is goed om te horen dat er nu twee luchtvaartmaatschappijen zijn die dat gaan doen. Maar we vroegen dus 1,5 jaar geleden al om een tijdpad om het mogelijk te maken dat dat bij alle luchtvaartmaatschappijen zou kunnen. Dus ik zou graag die vraag willen herhalen. Wanneer kunnen we verwachten dat die fatsoenslijsten gewoon tussen alle luchtvaartmaatschappijen gedeeld kunnen worden? Want ik denk dat dat de meest effectieve manier is om te voorkomen dat vliegazo's überhaupt aan boord kunnen stappen, voorzitter. Ja. Ik zeg daarbij, het lijkt er in de praktijk op niet op dat hier heel veel recidive is. Maar tegelijkertijd wil je dat iemand die zich zo misdragen heeft ook de gevolgen voelt. Dat KLM en Transavia de gegevens delen, dat komt omdat ze uiteindelijk onderdeel zijn van één en hetzelfde concern. Dus dat is met het oog op de AVG is dat net iets makkelijker te regelen. Maar ik vind ook niet dat die AVG ons in de weg moet staan. Ik weet overigens dat er verder nog wel een aantal praktische belemmeringen zijn, omdat iedere luchtvaartmaatschappij niet alleen zijn eigen systeem heeft voor het vastleggen van passagiers op zwarte lijsten, maar soms ook andere criteria. Dus er zal nog één slag verder voor nodig zijn. Juist daarom ben ik ook blij dat het gelukt is om alle airlines in Nederland in december nu hun handtekening te laten zetten onder de afspraak dat ze willen gaan delen. Dus nu is het niet meer een kwestie of ze het willen, maar hoe we dat gaan doen. Het precieze tijdpad kan ik u hier niet zeggen, maar ik zeg u in ieder geval toe dat ik in het tweede kwartaal een voortgangsbrief stuur hoe we met deze maatregelen bezig zijn. Daar zal ik ook dit in meenemen en ook dat andere punt. Ja. De heer Peter de Groot van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Vliegen-ASO's moeten keihard aangepakt worden wat de VVD betreft. En daarom is het ook goed te horen dat de minister hard aan de slag is met de vliegtuigmaatschappijen, onder andere om dit aan te pakken. U heeft in uw beantwoording aangegeven dat u met twee categorieën bezig bent. Heel goed, hè, de zwarte lijst en de delen daarvan. En ook het aanpakken, hè, via het OM en de juridische weg. Maar één element noemt u niet. En ik wil u daar Eén element noemt de minister niet. Nee, dat gaat om het element schadevergoeding. Die de luchtvaartmaatschappijen eventueel zelf zouden kunnen opleggen bij bijvoorbeeld vertraging aan de overlastgever. Of bij het moeten terugkeren van het vliegtuig naar het vliegveld. Hoe kijkt de minister aan, zoals ook in winkels nu wordt gedaan, om de overlastgever, de vlieg-ASO, een schadevergoeding op te leggen? Nou, er zijn mogelijkheden om dat om een schadevergoeding te laten betalen bij vertraging, bij overlast. Er zijn twee mogelijkheden in de wet. Eén is een civiele zaak. Dat kan de airline op zichzelf veel geld kosten. En daarnaast is het ook de vraag of de passagier dan in staat is om de schadevergoeding te betalen. Ik denk dat er daarom in de praktijk weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast kan, wanneer aangifte wordt gedaan door de crew, een strafrechtelijk proces komen. In dat geval kan ook een schadevergoeding geclaimd worden. Ik weet dat airlines daar wel eens gebruik van maken. Ik weet niet in welke mate, dus dat zal ik ook in de volgende voortgangsrapportage aan de Kamer melden. Uiteindelijk is hier de hamvraag ook nog, het gaat waarschijnlijk enorm in de papieren lopen. Dus ik denk ook niet dat je alle schadevergoeding makkelijk geïnt krijgt. Maar ik vind het als signaal wel belangrijk dat die mogelijkheden wel worden benut. Want het is nogal niet wat als je terug moet keren of voortijdig moet landen. De heer Boutkan van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag die eigenlijk nog bij ons openstaat is, waarom worden deze vlieg-ASO's niet harder aangepakt bij de gate als ze bijvoorbeeld symptomen vertonen van drugsgebruik of dronkenschap en het risico aanwezig is voor het ASO-gedrag in het vliegtuig? Want wij hebben begrepen dat die signalen er zijn dat het heel lastig is om dat aan te pakken bij de gate al. Er wordt op getraind, ook bij het grondafhandelingspersoneel, ook bij het cabinepersoneel, om te kijken of mensen bij het betreden van het vliegtuig al niet zo ver heen zijn dat ze niet meer aan boord zouden moeten komen. Het blijft uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van het cabinepersoneel wie je toelaat aan boord van het vliegtuig of niet. Maar dit hebben we mede ook onder de aandacht gebracht bij die nieuwe samenwerking die we in december gestart zijn, om dit ook standaard nog veel meer in de trainingsprogramma's op te nemen. Omdat daar uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid ligt. Het is niet zo dat het niet mogelijk is om dat te doen. En de Koninklijke Marechaussee die werkt op heel Schiphol. Wie er dan ook van Schiphol of een luchtvaartmaatschappij melding maakt van een overtreding of overlast, die kan terstond de Koninklijke Marechaussee inroepen. Mede de reden dat we bijvoorbeeld ook de horeca op Schiphol betrokken hebben in dit hele proces, om ook daar alert te zijn op signalen van dronkenschap. En daarbij
kijken we niet alleen naar Nederland, kijken we ook internationaal. We werken samen met het Europese luchtvaartagentschap. Maar Nederland loopt met Ierland en Noorwegen wel voorop in het aanpakken van dit probleem en ook het uitwisselen van kennis en expertise hiervoor. Dank aan de minister voor zijn aanwezigheid en het beantwoorden van deze twee blokjes uit het vraaguurtje. Ik schors enkele minuten.
Ik denk dat Vince Peter de Haagse die chairman. Ik heropen de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering. Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden moties. Gabriels Kostic, kamerstuk 36.410, Romeinse 12, nummer 3.